kunnen allebei de scooter dingen filmen. Sorry. Oh, je ziet mezelf. Joe. Maar al die dingen voor de camera ging houden. 6 uur. Oh my god, jongens, we gaan hier nu in. Ik ga dood. Oh my god, we gaan hier nu in. We gaan het gewoon doen hoor. Oké, ik ga deze afdoen. Ik ga dood. Ik heb het niet meer. Oh my god. Dit was echt de shock van mijn leven. Ik had het echt niet meer. Ik had echt zo'n hoofd alsof ik elk moment gewoon ging janken. Ze zat de hele tijd. Is hij nou aan het lachen of aan het huilen? Nou, ik weet niet wat er gebeurde. Ik was gewoon helemaal... Dit was echt de ergste attractie. Ik ooit, jongen, ik was helemaal aan het trillen. Ik ben nog steeds aan het trillen. Het was zo eng. Het was zo eng. En op een gegeven moment ging een enorme drop. En ik dacht, wat gebeurt er met het leven? Ik dacht echt, ik ben gewoon in de hemel. Nou, niet in de hemel, in de hel. Vind je die? Nee, ik was echt... Ja, het was heftig. Maar ik vond het superleuk. Ze vonden het heel erg leuk, maar ik vond het heel eng. Ik ben echt trots op je. Jullie is de leukste persoon om mee naar de attractie te gaan. Echt. Ik flip hem altijd helemaal. Ik zit altijd echt te gillen gewoon. En ik heb hem... Iemand judged me echt heel hard. Ik huik je. Hoor ik door mijn ding heen. We zijn nu in de rij. Voor wat voor attractie? Voor een waterattractie. En ik ben een kleuterslot. En we zijn er vanmiddag met Ben en met Sarah en Julia. We zitten hier nu lekker al wat te eten. Bij het kasteel waar we net inging, wat ik helemaal tripte. En ja, het is erg lekker. Ja. En ik ben zo zenuwachtig voor dat spookhuis. Zo cute. Ik ben er zenuwachtig voor. Maar ja, het gaat allemaal lukken hoor. We gaan over een uur in het spookhuis. Ja! Yay! Erg cute. We gingen net in een van de piratenschip. Ja. En het was wel leuk. Als je je buik aanspant, dat heb ik van Jina geleerd, dan voel je dat gekke gevoel. Dan voel je dat gevoel in je buik niet. En dat heb ik altijd al gehad. Ik dacht dat iedereen dat gewoon kende. Oeh. Lekker, creepy. Ik dacht dat iedereen dat gewoon wist. Als je je buik aanspant, dat je niks voelt. Ik wist het niet. Of dus ik voel wat minder, want ik voel het nog steeds heel erg. In ieder geval, het bleek dus een hele nieuw ding te zijn. Hallo. What up? What you wearing on your head? Hey, what's the look like? It's some ears. Yeah. Okay. What are you? Oh my god. Nee. Dan moet ik op gaan letten. Nee, je komt naar me toe. Oh my god. Are you kidding? Ik weet echt niet wie hij is. Ze lijken allemaal op elkaar. Ja. Het begint. Nee, dat lukt niet. Er komt allemaal rook. Dit is geen goed teken. SOS. SOS. Leuk dit. Wachten. Lekker. Lekker wachten. Ja. Nee. Op rond hoor. Eén van hen is... Ik ben er nu klaar. What the fuck? Doei. Ik ga weg hier. Ik ben er nu al klaar mee. Ik ga dood. Oh my god. Oké. Nee. Eentje achter me en ik ging heel hard gillen. Het was zo leuk. Oh my god. Ja. Hallo. Hallo. What the fuck? Ze zijn me aan te kijken. What the hell? We zijn onderweg naar het spookhuis. Ik ben zo zenuwachtig. Pijn in de buik gewoon. Nee. Jongens, het is gebeurd. Oh my god. Het was zo leuk. Echt in het bos. Nee, dat was gratis. Very excited.
Geweldig, ik wil echt nog een keer gaan. Maar helaas is het een beetje duur. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!